De grootste zorgen die er zijn, zijn het gezondheidsrisico. En als we te maken hebben met een boerderij waarbij zeg maar, de bedrijfsvoering van de boerderij op een gegeven moment niet heel erg schoon is, dan komen de gezondheidsrisico's des te strenger en des te erger komen die naar voren toe. Het grootste gezondheidsrisico van geitenstallen is de verhoogde kans op longontstekingen en longafwijkingen. Daarom besloot de provincie een bouwstop op geitenhouderijen in te voeren. Maar toch kan de boerderij van de familie Buiks uitbreiden van 900 naar 1200 geiten. Dat komt omdat de vergunning al voor de stop goedgekeurd was. Er zijn nog wel vergunningen vrijgegeven die ook hetzelfde als ons in 2014, 15 of 16 al aangevraagd zijn en goedgekeurd zijn. En die mogen nog steeds bouwen. En volgens Patrick Buiks is er geen reden voor de inwoners om zich zorgen te maken. Wij voldoen aan alle regels en wetten die er zijn. Ja, dus ik ken er eigenlijk geen logische verklaring op waarom dat ze er eigenlijk zo druk over maken. Hij houdt zich niet aan de regels die gesteld zijn voor de geitenhouderij. Bijvoorbeeld het afdekken van de mest, het brengen van de mest op andere plekken, het brengen van het voer aan de overkant van de weg. Dus de openbare straat wordt gebruikt als verlengde van zijn erf. En dat kan niet, want daar rijden allerlei andere voertuigen over. En die verslepen dan op een gegeven moment zijn materiaal naar andere boerderijen.